ben je haar gaan begrijpen? Ze was 3, maar goed, dat is even terzijde. Ja. Ben ik haar gaan begrijpen? Ja. Maar waarin? Heb je ook. Maar je mag. Maar haat mag ook. Ik bedoel, je kan begrijpen, maar dat betekent niet dat dat automatisch tot liefde leidt. Nu vind ik. Maar haat je er echt? Ik heb haar zeker gehaat. Ja. Maar nog nou steeds? Niet meer. Nee. Nu heb ik een karakter van haar gemaakt. Een hele grappige vrouw. Ja. Die ze niet werkelijk was. Ik heb haar veel leuker gemaakt. Ik heb dit boek geschreven om mijzelf een aardige moeder te geven. Ja. Ik heb haar vuurvaste band oppakken gegeven. Ik heb verhalen verteld hoe ik bij haar, bij de dames Haring in Hilversum, kleren ging uitkiezen. Nooit geweest, maar dat. Dat was een soort therapie. Ja, en je moet van alles een verhaal maken. Ook als het niet waar is. En dat verhaal maakt je leven draaglijk. Ook nu, van de lockdown, maak er een verhaal van. Lieg erop los. Schrijf je eigen roman en je leeft stukken vrolijker. Want wat had zij van 2020 gevonden? Hoogst interessant. Hoogst interessant. Ik denk dat ze ten eerste de hele dag naar de radio luistert zoals ik. En dan ook ingrijpt bij taalfouten en onwaarlijke woorden. Dus iedereen heeft het over een impact. En dan zal ze zeggen gevolgen. He? Om maar eens wat te noemen. Maar het is heel grappig hoe we ook in een soort magneettaal terechtkomen. En iedereen maar elkaar napraat en diezelfde lelijke woorden gebruikt. Dus daar begint het al mee. En mijn moeder was erg van de VVD. Dus ik denk dat ze die Rutte soort wel een jong ventje hebben gevonden. Zoals meer van de gezellige VVD. Dixieland muziek, Ruitenbroeken, Toxopeus. Maar had ze hem goed gevonden, Rutte? Ja, ik vind hem ook goed. Wat zou jouw verhaal